Dank u, voorzitter. De strijd tegen het coronavirus heeft soms iets weg van vechten tegen een onzichtbaar monster. Omdat er ook heel veel onbekend is over deze nieuwe ziekte. En we kunnen inmiddels wel spreken dat er sprake is van een echte crisis. Maar ook een crisis die wij samen te boven gaan komen. En ik herken heel veel vandaag, als ik zie wat er in Nederland gebeurt, in de openingen van zowel collega Ascher als die van collega Klaver net in het debat. Want de heer Klaver sprak daar mooi over. Je ziet een hele grote bereidheid in Nederland om samen schouder aan schouder te staan. En niet te gaan voor het eigen belang, maar samen te staan voor het gezamenlijke belang. En voor het belang van mensen die meer risico lopen dan jezelf. Dat is het eerste. En het tweede, collega Ascher sprak daarover. Je zag vrijwel direct na de persconferentie, vanuit scholen, vanuit sportverenigingen, vanuit kinderopvang, direct actie, communicatie en het opvolgen van het advies. En dat, de heer Klaver had het over trots, dat is ook iets waar we trots op met elkaar mogen zijn. Dat wij een land zijn waar mensen bereid zijn om die verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar vooral voor die ander te nemen. Maar daarbij moet me ook van het hart dat je de afgelopen dagen bij heel veel mensen die bereidheid hebt gezien en gevoeld, maar ook onduidelijkheid en onzekerheid. Wel de wens en de wil om het juiste te doen, maar ook de twijfel wat dat juiste dan precies is. Het kabinet heeft vandaag forse maatregelen aangekondigd. Dat is goed en dat is nodig. Maar je voelt ook in die onzekerheid dat er veel vragen leven. Waarom nu? Waarom niet eerder? Dus kunnen de minister Bruins en de minister-president aangeven waarom vandaag deze extra maatregelen? Wat is de afgelopen 24 uur, 12 uur gebeurd, waarom dit het moment is om zo fors op te schalen? Want juist in crisistijd is goede communicatie het allerbelangrijkste wat een overheid kan doen voor haar burgers, juist gegeven die grote bereidheid. En daarover heb ik verschillende vragen. Zo is er in de grensregio heel veel onzekerheid. Als je in Limburg woont, ben je soms, en collega Jette gaf ook aan dat hij een paar kilometer bij de grens vandaan, heb je een paar kilometer over de grens in Duitsland grotere brandhaarden dan dat er in Brabant zijn. En juist die mensen hebben recht op een goede informatievoorziening en ook meer Europese coördinatie, waardoor die verschillen kleiner zijn en mensen weten wat ze moeten doen. En ook ik wil aansluiten bij alle vragen die zijn gesteld rondom het onderwijs. Want die vragen die kwamen direct naar de persconferentie. Want ook in het onderwijs komen mensen met meer dan 100 bijeen. Zijn er vragen, hoe gaan we dit redden? En wat wordt er van ons verwacht? Daarvoor geldt echter, dat gaf ik net ook al aan, ook dat binnen uren al mails rondgingen ook van kinderopvangorganisaties die aangeven wat zij kunnen bijdragen. Maar ook inderdaad signalen dat er vanuit de GGD rondom Leidse kindratio's meer ruimte wordt gegeven, zodat dat ook overeind kan blijven. Dat zijn goede zaken. Maar ik wil graag aansluiten bij de vragen die collega Ascher en ik geloof ik ook collega Segers hebben gesteld rondom wat gaat het kabinet doen om die scholen ook te helpen? Om die verantwoordelijkheid ook waar te kunnen maken als er sprake is van ziekte. En de protocollen waar collega Ascher om vroeg, zodat die scholen actief geholpen worden om het ook te kunnen doen. Zeker ook bij kleine scholen, waarbij met een paar zieke leraren mogelijk al een probleem kan ontstaan. Dus ik wil graag dat het kabinet hier nadrukkelijk op ingaat. Als je kijkt over die onduidelijkheid en onzekerheid, heb je daar de afgelopen dagen, denk ik, hebben we allemaal die voorbeelden langs zien komen. NL Doet wordt afgelast, maar de KNVB was van plan om voetbalwedstrijden, uitwedstrijden, waarbij ook publiek uit Brabant kon komen door te laten gaan. En het is goed dat er nu eenduidig is gecommuniceerd dat evenementen vanaf die 100 mensen, dat die niet doorgaan. Alleen ik blijf daarbij dus wel zitten met die vraag dat in deze digitale tijd, met deze grote crisis, een persconferentie één keer in de 2-3 dagen wel weinig is. En we hebben afgelopen dinsdag, inderdaad, collega Diertens heeft de motie als eerste ingediend, de motie eigenlijk niet dat er een dagelijks update. Ik zou bijna zeggen, meerdere malen per dag kan ook. 8 uur kan lang zijn in een crisis als deze, waarbij terechte, maar soms ook onterechte vragen een eigen leven gaan leiden. En er mag actief communicatie op alle kanalen verwacht worden, waarbij ik zo'n coronajournaal op een vast tijdstip een heel goed begin komt. En wanneer komt het kabinet met de uitwerking van deze diep doorleefde vraag, die ook heel veel onzekerheid weg kan nemen, die je ook na de persconferentie vandaag op allerlei manieren alweer zag komen. Ook heb ik vragen, die hebben bijna alle collega's gesteld, rondom de IC-capaciteit.
Ik zag in de brieven staan dat er ook beademingsapparatuur vanuit Defensie geschikt wordt gemaakt om in te zetten. Maar hoe zit het? Wat wordt er echt gedaan om ervoor te zorgen dat datgene wat men probeert te voorkomen, maar dat als die piek komt, er voldoende capaciteit is, meer capaciteit dan nu om dat op te vangen? Ook heb ik vragen rondom de brief die is gekomen met betrekking tot de economie. Het kabinet heeft aangegeven bereid te zijn heel veel te doen en heel ver te gaan. En dat is goed, maar ik herken ook dat op specifieke sectoren, bij specifieke bedrijven, klappen kunnen gaan. En daar zijn maatregelen aangekondigd in de brief, maar we hebben vandaag ook een motie aangenomen van collega Alkaya van de SP, die vraagt om die stimuleringsmaatregelen snel uit te werken. En kan het kabinet aangeven wanneer we die zullen hebben, om juist in die sectoren, bij die specifieke bedrijven, bij die specifieke werknemers, waar die gaten kunnen ontstaan, om die ook op te vangen. De heer Wilders. Ja, voorzitter, even terug naar de IC's. Kijk, hier met name bij die IC's wreekt zich nu natuurlijk dat het kabinet te laat is begonnen, omdat minister Bruins, ik heb het net al een paar keer gezegd, de kwestie ontkende, zei dat het niet naar Europa kwam, dat Nederland gevrijwaard zou blijven en allemaal dat soort gekkigheden. We zijn dus te laat begonnen met de zorg op orde maken. En dat heeft Italië ook gedaan. Dat zeggen Italianen ook. Oud-premier Renzi zei gisteren nog, Europa, leer alsjeblieft van ons, want wij zijn te laat geweest met maatregelen en daarom zitten we nu in de problemen. Weet je wat in Italië gebeurt? In Italië moeten nu artsen, omdat ze ook te laat zijn begonnen, moeten artsen op de IC beslissen wie gered kan worden en wie niet. En ze zeggen dat bijvoorbeeld oudere mensen van boven de 70 of boven de 80, dat die maar af moeten van de IC of er niet op mogen en kunnen sterven en anderen niet. En dat gaat mij, mevrouw de voorzitter, door merg en been. En dat zou toch niet kunnen gebeuren? Dat dat ook in Nederland gebeurt en dat dat nu vooral zou kunnen gaan gebeuren omdat we te laat zijn met de zaak op orde doen, omdat uw kabinet, wat u steunt, de zaak maandenlang heeft ontkend en gebagatelliseerd. De heer Heerma. Ik heb vandaag overigens ook vanuit de oppositie heel veel steun gehoord voor de inzet die er is om deze crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd, als het over de IC-capaciteit gaat, zijn er al heel lang vragen te stellen over voorbereidende maatregelen. De CDA-fractie is ook al weken geleden begonnen met vragen te stellen over de IC-capaciteit. Er is in de tussentijd in de verschillende debatten en ook brieven is er aangekondigd dat er overleg vindt, dat er maatregelen worden getroffen. Ik noemde zojuist al de beademingsapparatuur van Defensie die geschikt gemaakt wordt. Maar ik vind dat het kabinet, en dat gaat over die derde fase waarin de brief wordt geschreven, verschillende collega's vroegen er ook om, meer duidelijkheid moet geven wat er nu gebeurt om in die fase daar verder op voorbereid zijn en nog meer te doen om die IC-capaciteit en die beademingscapaciteit uit te breiden. Iets waar wij dus ook als CDA al wekenlang vragen over stellen. De heer Wilders. Voorzitter, dat is echt een waardeloos antwoord. Dat is een waardeloos antwoord, want u, niet ik, u bent de voorzitter van de regeringsfractie. U moet geen vragen stellen, u moet het regelen. Ik als oppositieleider, een van de oppositieleiders, ik kan de vragen stellen. U moet het regelen. Dus hou op met we hebben vragen gesteld en we stellen nu weer vragen. We weten allemaal, we hebben de voorzitter van de IC-vereniging op televisie gezien, dat er nu in Nederland, en dat gaat alleen maar over IC-plekken met personeel, want je hebt niks aan alleen bedden, dat er 1000 zijn. Dat hebben we ook op de hoorzitting gehoord. 1000 bedden met personeel op de IC's. Die zitten nu al voor 800 mensen vol. En dat betekent dus dat als het doorzet, dat we dadelijk ook in Nederland een tekort hebben. En dat we als het nog verder fout gaat, net als in Italië, moeten kiezen. En ik wil niet op mijn geweten hebben dat omdat we te lang hebben gewacht, omdat we de boel op zijn beloop hebben gelaten, omdat we het hebben ontkend, dat wij dadelijk in Nederland in een situatie komen waar de oudere mensen die schaarse plekken moeten onthouden en anderen met jongere mensen een plek geven, omdat we te laat zijn begonnen met niet alleen vragen stellen, maar om het te regelen. U moet geen vragen stellen, u had het moeten regelen. En waarom heeft u dat niet gedaan? Waarom heeft u niet voor gezorgd dat er nu al voldoende IC-capaciteit is, dat er nu al 2, 3, 4.000 plekken klaarstaan? De heer Heerma. Nou, ik vind het natuurlijk sowieso heel vervelend dat de heer Wilders mijn antwoorden zo waardeloos vindt. Maar als volksvertegenwoordiger, als controleur van dat kabinet, is vragen stellen op een vroeg stadium, en het CDA behoorde tot de allereerste, overigens de PVV-fractie ook, die vragen over dit onderwerp kon stellen. Juist door het stellen van dat soort vragen, door moties in te dienen, door schriftelijke vragen te stellen, tijdens debatten vragen te stellen, leef je als
controleur van het kabinet die bijdragen aan dat die maatregelen worden genomen. Dat is onze taak. Dat kunt u een waardeloos antwoord vinden, maar die taak hoort bij oppositiepartijen en bij coalitiepartijen. Wij hebben die vragen gesteld vanaf het begin. Ik stel ze nu opnieuw. Er gebeurt ook van alles. Ik noemde die beademingsapparatuur van Defensie die geraakt wordt. Maar ik vraag het kabinet om nog meer te doen om te zorgen dat er voldoende IC-capaciteit is. Houd toch op over die beademingsapparatuur. Ik heb het helemaal niet over die beademingsapparatuur. Ik heb het over de IC-bedden. En u zit iedere maandag, als er coalitieoverleg is, weet ik waar het is. U zit bij de minister-president, bij de vicepremiers, iedere maandagmorgen. U kunt geen vragen stellen. U had kunnen zeggen, dat moeten we regelen. En hou op met dat ontwijken van het antwoord. U kunt niet nu wegkomen met we gaan nog vragen stellen. Een van uw bewindslieden, althans van de coalitie die u steunt, heeft het ontkend. En we hebben nu nog steeds te weinig IC-plekken. De mensen zeiden dat vandaag nog in de hoorzitting of deze week. We hebben er te weinig. Er zijn er 1000, 1200 en er zijn er 800 bezet. Met andere woorden, binnenkort, als het niet op orde is, moeten wij keuzes maken in Italië dat beestachtige keuzes zijn. Ouderen geen toegang geven en anderen niet. En dat wil ik niet op me geweten hebben. En dat volgens mij wil u dat ook niet op u geweten hebben. Dus regel het. U had het al moeten regelen en regel het nu. Stel geen vragen, maar eis het van dit kabinet. De heer Heerma. Ik ga toch nogmaals benadrukken dat het coalitie- en oppositiefracties beide de taak hebben om het kabinet te controleren en wanneer ze dingen zien gebeuren, daar in debatten vragen over te stellen, moties over in te dienen. En het CDA-fractie behoorde tot de allereerste fracties die toen dit opkwam, toen het in Nederland nog niet was, al aan de slag ging met vragen over zorg dat de IC-capaciteit op orde komt. En daarbij is beademingsapparatuur wel degelijk van cruciaal belang. Die vraag hebben we ook gesteld. Het kabinet geeft aan daarmee bezig te zijn. En ook hier geef ik aan, er moet nog meer gebeuren om te zorgen dat er voldoende IC-capaciteit is, indien die derde fase zich voorgedoen in Nederland. De heer Heink. Ja, ouderen hebben bij dit kabinet al heel vaak het gevoel dat ze gepakt worden. Als het om de pensioenen gaat, als het om de kwaliteit van de zorg gaat, als het om de wachtlijsten voor het verpleeghuis gaat. En ouderen die schrikken zich helemaal te pletter als zij horen van de Vereniging voor Intensive Care dat als de nood aan de man is, leeftijd het criterium gaat worden waarop mensen wel of niet toegelaten worden tot de IC. Is de heer Heerma, is het CDA met de SP eens dat leeftijdsdiscriminatie uit den boze is als het om dit soort keuzes gaat? Heer Heerma. Ik herken die zorg waar de heer Heink het over heeft, zeer. Overigens niet alleen bij ouderen, maar ook bijvoorbeeld bij chronisch zieken. Mensen met een verminderde weerstand. Daar is de afgelopen dagen de zorgen zijn het grootst geweest. Maar juist om te voorkomen dat de situatie ontstaan waar de heer Wilders op wijst, zijn we als CDA in dat vroege stadium al begonnen met hier vragen over te stellen om te zorgen dat er voldoende capaciteit is. De brief ook vandaag geeft aan dat daar overleg over plaatsvindt, dat er allerlei maatregelen worden getroffen indien we daar in een situatie komen dat de piek hoger wordt. En ik wil graag van het kabinet horen welke scenario's hebben, wat ze gaan doen, dat die voldoende IC-capaciteit er is, dat die voldoende beademingscapaciteit er is en dat die piek ook van die zorgverleners op dat moment opgevangen kan worden. De heer Heink. Ja, dat is dus geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg heel duidelijk, is hier nou sprake van leeftijdsdiscriminatie of niet? Ouderen kregen eerder al van minister Bruins te horen, wij willen mogelijk in verpleeghuisplekken, in verpleeghuizen, coronapatiënten gaan opvangen. Dat bleek niet te kloppen, maar het was wel heel onzorgvuldig geformuleerd door deze regering. En nu liggen de uitspraken dat leeftijd het criterium wordt om mensen wel of niet toe te laten tot de IC. En IC-artsen zelf, die zeggen tegen mij, tegen ons, dat klopt helemaal niet. Wij kijken niet alleen naar leeftijd. Wij kijken naar heel veel andere zaken. Hoe is iemand eraan toe? En ik vraag de heer Heerma dus nog een keer, vindt hij ook dat het kabinet, als dit soort foute informatie, zorgwekkende informatie rondgaat, dat er dan helder gecommuniceerd wordt over wat het beleid is op onze intensive cares? Is hij het daarmee eens? En vindt hij ook dat dit soort leeftijdsdiscriminatie we niet moeten hebben? De heer Heerma. Ik ben het zeer mee eens, dat is een groot deel van mijn inbreng geweest, dat die informatievoorziening beter moet en dat er wanneer er terechte zorgen komen, er sneller en duidelijker gecommuniceerd moet worden. En wanneer er verhalen doen die niet klodderonde doen, dat die ook bestreden moeten worden. Eerste inzet daarbij is, en daar zijn we van het begin mee bezig is geweest, dat die capaciteit op orde moet zijn. En dat kan daarbij inderdaad niet zo zijn dat je discriminatoire
overwegingen gaat hebben om daarin keuzes te maken. Dus de arts die daar verantwoordelijk is, moet daar zijn zorgvuldige eigen afweging kunnen maken. De heer Krol. Mevrouw de voorzitter, ja, de Vereniging van Intensive Care Artsen, die hebben een draaiboek opgesteld en daarin kwam dat gewoon voor. 80-plussers moeten als eerste plaats maken. Vannacht zat ik te kijken naar de Italiaanse televisie. Daarin werd zelfs gesproken over mensen boven de 60 die als eerste plaats zouden moeten maken. Dat zorgt voor heel veel onrust bij ouderen. Zeer. Kunnen wij hier nu niet een heel duidelijk signaal uitsturen naar iedereen? Zo moet het niet. Je moet kijken naar de conditie van iemand, maar niet naar de leeftijd, want dat is leeftijdsdiscriminatie. De heer Heerma. Die zorgen die er zijn, die zijn breed. En die gebeuren deels op basis van terechte zorgen die eerder geadresseerd hadden moeten worden en soms de zorgen die niet terecht zijn en die sneller bestreden hadden moeten worden. En artsen vanzelfsprekend horen en doen dat ook op basis van de conditie van de patiënt afwegingen te maken. Maar de allereerste inzet moet erop gericht zijn dat er voldoende capaciteit is, dat er bestreden wordt, die piek, met maatregelen dat er niet voldoende capaciteit is. En daarnaast zullen artsen inderdaad op basis van de aspecten van de mens hun verstandige keuze moeten maken. De heer Krol. Ik vraag u niet om uit te leggen dat er bezorgdheid is, want dat merken we ze allemaal. Zeker. En die ouderen zijn heel kwaad daarover. Ik vraag aan u of u een duidelijk signaal wilt uitsturen naar al die ouderen dat u als CDA er net zoals wij voor gaat pleiten dat het nooit op basis van leeftijd mag, maar hooguit op basis van conditie. Geef nou dat duidelijke signaal en leg me geen dingen uit die ik al ken. Dat zei ik zojuist. De heer Baudet. Ik hoorde de heer Heerma zeggen dat er eerder maatregelen genomen hadden moeten worden. Heeft hij er spijt van dat op 28 januari en ook op 29 januari hij mijn verzoek om een spoeddebat over het coronavirus, om bijtijds maatregelen te nemen, dat hij dat niet gesteund heeft? Heeft hij er spijt van? De heer Heerma. Ik heb daar geen spijt van, want dat is precies ook al in de periode dat ook het CDA eind januari, begin februari al vragen begon te stellen om die maatregelen te nemen, voorzorgmaatregelen, om te zorgen dat er voldoende capaciteit was, dat het ingedamd kon worden. Dus ook toen waren we daar als CDA actief in. De heer Baudet. Is er in de ogen van de heer Heerma een verschil in gewicht in het werk van de Kamer tussen het organiseren van een spoeddebat en het stellen van schriftelijke vragen? Is het één misschien duidelijker als signaal dan het ander? Nee, dat is verre van het geval. We hebben als Kamer heel veel verschillende mogelijkheden. En ik heb ervaren dat soms een debat het effectiefste, soms een algemeen overleg weer veel sneller dan een spoeddebat. En heel vaak zijn juist bij herhaling schriftelijke vragen stellen en op die manier blijven aandringen hele effectieve middelen. Dus u denkt niet dat als wij als Kamer een spoeddebat hadden georganiseerd en we een aantal moties hadden ingediend en daar ook een meerderheid voor hadden verkregen, dat we dan meer hadden kunnen doen om het kabinet aan het werk te stellen dan door die schriftelijke vragen die binnen een x-aantal weken beantwoord moeten worden. Denkt u dat denkt u inderdaad? Dat denkt u werkelijk? Nou, sowieso geldt dat de maatregelen die genomen worden gebeuren op basis van de adviezen van de experts. En daar hebben we vandaag ook weer het debat over wat er vandaag gebeurd is. En ik denk wel degelijk dat de druk ook die de CDA-fractie vanaf het begin gezet effect heeft gehad in de afgelopen weken. Dat blijkt dan nergens uit, mevrouw de voorzitter. Oké. Okay. De heer Asscher. Voorzitter, heel eerlijk gezegd heb ik juist wel respect voor dat CDA al in het begin van deze crisis daar heel kritisch over bevraagd heeft. Toen werden nog verwijten richting het CDA geuit, maar ik denk dat dat goed is. Toch kan ik wel herkennen in de zorg die Geert Wilders hier uit. Omdat als je ziet met wat we nu zien, wat er in Italië gebeurt, dat heel veel oudere en kwetsbare mensen met een heftige dubbele longontsteking op de intensive care komen, ja, dan roept het wel degelijk de vraag op, hoe ver zijn we nu? En ik denk dat de heer Heerma het met me eens is, maar volgens mij zou het niet alleen de vraag moeten zijn, hoe ver bent u nu? Praat ons bij. Vertel nog eens wat voor acties er worden ondernomen, maar meer de opdracht. En hier dan vergelijkbaar met wat er economisch gezegd wordt, whatever it takes. Zorg maar dat het in orde komt. Schaal maar op. Ook hier liever een maatregel te veel en dat je later moet zeggen, nou, dat was allemaal niet nodig, dan dat we in die situatie komen. Zo heb ik de vraag van de heer Wilders beluisterd. En mijn verzoek zou aan u zijn, niet alleen de vraag stellen, die vraagt u om een reden, maar vooral de opdracht. Whatever it takes, voldoende capaciteit voor onze zieken. De heer Heerma.
Ik heb zojuist, maar dat heeft meneer Ascher, de heer Ascher misschien niet gehoord, ik heb niet alleen de vraag gesteld, ik heb ook gezegd dat er meer moet gebeuren om te zorgen dat er voldoende capaciteit is. De heer Van der Staaij. Voorzitter, nog op het punt van het onderwijs, je ziet dat het nieuws ook telkens weer natuurlijk ververst en weer ook vanuit andere landen voorbeelden komen. Het valt op dat Frankrijk nu ook zegt van sluiten scholen. Hij heeft zelf de nadruk gelegd op goede communicatie en zo. Wordt het niet ook communicatief ontzettend ingewikkeld als je ziet dat zoveel landen dit soort maatregelen nemen, dat dat eerder ook is geadviseerd, dat hogescholen en universiteiten komt net ook weer verdergaande maatregelen nemen, dat het ook heel lastig is om die hele afgewogen, minder vergaande maatregelen, om daar voldoende draagvlak en steun voor te vinden? Ik herken dit zeer wat de heer Van der Staaij zegt. Dat is ook onderdeel van mijn betoog zojuist geweest. Dat die vragen die leven, juist in die tijd dat er weinig gecommuniceerd wordt, dat die ook ten koste van dat gevoel van schouder aan schouder willen staan gaan. Je ziet grote verschillen tussen Europese landen. Want er zijn ook buurlanden die dezelfde keuze maken als Nederland doet. Daar zijn grote verschillen tussen. Mijn vraag over grensregio's en onduidelijkheid daarover gaan ook hierover. Tegelijkertijd zie ik ook in het onderwijsveld vandaag de mails rondgaan van scholen die maatregelen nemen, die bereid zijn samen met kinderopvang, misschien wel kinderopvang die in wil springen tijdens schooltijd, Leidse kindratio voor meer ruimte komen, om daar hetgene te doen wat nodig is. En mijn vraag richting het kabinet ging dus niet alleen over betere informatie, dat zat er ook in, maar ook actieve ondersteuning aan scholen, aan kinderopvangorganisaties, om dat op een goede manier te kunnen doen en mogelijk meer ruimte te geven. Zoals dat ik dus terugkrijg vanuit de kinderopvang, dat er vanuit de GGD gebeurt met die Leidse kindratio's. Misschien kunnen die scholen met actieve ondersteuning die rol wel veel beter invullen. Maar dat er zorg over is, gegeven de diversiteit, dat is een kernpunt van mijn inbreng. En volgens mij voelen we dat allemaal. De heer Wilders. We zitten nog even over de scholen. Ik kan er persoonlijk heel slecht tegen als politici goed voor zichzelf zorgen en niet voor anderen. Nou is het zo dat wij in de Tweede Kamer, volgens mij krijgen we daar nog mededelingen over van ons aller voorzitter, niet meer hier op dinsdag met zo'n 150 gaan stemmen. Nou is het ook zo dat, het springt net op het nieuws, dus ik mag het zeggen, dat de Eerste Kamer 2 weken met een coronareces gaat. De Eerste Kamer. Dus wij komen hier, omdat we met 150 zijn, dat is meer dan 100 man, gaan we niet meer met z'n allen stemmen op dinsdag. Heel verstandig besluit. Op voorstel dadelijk van de Kamervoorzitter. En de Eerste Kamer, die maar 75 man zijn voor zover ik weet, die komen 2 weken niet meer bij elkaar. En nu hebben we een school. Een school. Gemiddeld in Nederland 350 man. En die leraren, ik krijg nou al mailtjes binnen van leraren die zeggen, hoe kan het nou dat jullie zo goed voor jezelf zorgen en dat wij onszelf bloot moeten stellen met alle risico's van dien. En ben u het met mij eens dat het gênant is dat politici goed voor zichzelf zorgen? En terecht, hier in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer. En dat wij en mensen in het onderwijs, die vaak in veel grotere scholen zitten, met honderden mensen, dat we die gewoon zeggen, nou weet je wat, ga lekker. Stel je maar bloot aan het virus eventueel, we trekken ons dan niets van aan. Dat kan toch niet, meneer Heerma, dat bent u toch met mij eens? De heer Heerma. Juist om die reden heb ik aangegeven net, en de vraag stelde aan het kabinet, waarom in het onderwijs die zorgen er zijn over het feit dat daar ook meer dan 100 mensen bij komen. En ik vind dat het kabinet daar ook een antwoord op moet geven. En ik heb ook, zowel in mijn termijn als net in mijn antwoord aangegeven, dat ik vind dat scholen actief gesteund moeten worden. Dat ze dus ook voor ze gezorgd moeten worden, dat ze geholpen moeten worden in de belangrijke taak die ze nu hebben. Ja, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was, ik stelde u ik schetste het verschil tussen hoe politici voor zichzelf zorgen. Wij als Tweede Kamerleden, dinsdag, niet meer met z'n allen stemmen, geen 150 man meer. En de Eerste Kamer 2 weken met verlof, terwijl ze maar 75 leden hebben. Nou, laten we zeggen, nog een bejaarde griffier erbij, 76, maar dat is het ongeveer wat men daar heeft. En hier, voor de onderwijs, regelen wij dat ze gewoon, althans dat zegt het kabinet, moeten gaan. Vindt u dat verschil niet oneerlijk? Nou, allereerst over dat stemmen. Ik weet niet of daar sprake is van goed voor jezelf zorgen. Het is juist ook sprake van het goede voorbeeld geven. Want het zou natuurlijk ook heel raar zijn. Het is, nee, u geeft aan, de heer Wilders geeft aan, dat het goed voor onszelf zorgen is. Ik vind het uiting van het goede voorbeeld geven als het kabinet aangeeft dat ook op de werkvloer
voorkomen moet worden dat je met meer dan 100 mensen gaat zitten, dan zou het heel raar zijn als wij hier dinsdag met 150 mensen zouden gaan stemmen, of vandaag al. En ik heb, zowel in mijn termijn als in beantwoording op de vraag van de heer Ascher en van u en van de heer Wilders, aangegeven dat ik vind dat die scholen steun en hulp nodig hebben. En daarmee geef ik juist invulling aan hetgene wat hij vraagt. Nee, mevrouw de voorzitter, echt werkelijk, dit lijkt wel de heer Jette toen hij net fractievoorzitter was, die gewoon een antwoord herhaalt en geen antwoord geeft op de vraag. Mijn vraag is niet wat u van mijn beoordeling vindt of hoe u vindt dat de scholen steun moeten hebben, want u zegt nog steeds niet dat die scholen dicht moeten, dat zegt u niet. En ik vraag aan u, wat vindt u ervan dat de Kamer, nou laat ik dan niet zeggen goed voor zichzelf verzorgt, dat de Kamer terecht zegt, wij komen niet meer met z'n allen bij elkaar, want we zijn meer dan 100. Dat de Eerste Kamer zegt, we zijn minder dan 100, maar we komen ook niet bij elkaar. Waarschijnlijk ook terecht. En dat we het kabinet wel tegen de onderwijzers zegt in Nederland, gaan jullie maar naar school, ook als die school 350 of 400 docenten en leerlingen kent. Vindt u dat, en misschien dat u echt een keer antwoord kan geven op de vraag, vindt u dat verschil niet oneerlijk? De heer Heerma. Ik vind dat die twee dingen niet hetzelfde zijn. Want het eerste gaat over het feit dat het heel raar zou zijn als wij hier zouden gaan stemmen met 150 mensen na vandaag. Maar over de zorgen die de heer Wilders uit over het onderwijs, heb ik allerlei vragen gesteld. Ik heb aangegeven in mijn eerste termijn, en dat wil ik hier opnieuw doen, dat als er in het onderwijsveld heel veel zorgen zijn waarom zij wel overblijven, dat het kabinet dat hier ook moet uitleggen waarom die keuze gemaakt wordt en dat er maatregelen genomen moeten worden om die scholen daarbij actief te steunen en te helpen. Nee, maar voorzitter, als laatste keer, dan de laatste poging, u zegt dat het raar zou zijn als wij hier dinsdag met z'n 150 zouden stemmen, omdat het meer dan 100 is. Waarom zegt u dan niet dat het ook raar zou zijn als scholen waar meer dan 100 mensen zijn wel open blijven? Dat zegt u daar toch ook niet? Zeg dan, ben dan consequent en zeg het is terecht en dat de Kamer, en het zou raar zijn als we wel bij elkaar zouden komen, en dus ook geen school meer, op zijn minst, ik vind dat ze allemaal dicht moeten, op zijn minst ook geen school meer met meer dan 100 mensen. Dan bent u consistent, maar dat doet u niet. Ik heb in mijn termijn herhaaldelijk aangegeven dat die scholen geholpen moeten worden. En het is, en dat hebben diverse sprekers aangegeven, het is een duivels dilemma. Dat hebben diverse sprekers hier aangegeven. En die scholen zullen daarbij geholpen moeten worden. En ook zal er beter gecommuniceerd moeten worden richting die scholen waarom welke maatregelen worden genomen. Maar ik zeg inderdaad niet met de heer Wilders nu, wij gaan hier nu besluiten dat vandaag al die scholen dicht moeten. Dank u wel, meneer Heerma. Oh, de heer Heink. De heer Heink. Ja, ik heb nog een vraag uit een heel ander boekje. Wij lezen net dat de Nederlandse spoorwegen morgen in de spits vanaf morgen minder treinen gaan inzetten. Zogenaamd voor de veiligheid van iedere reiziger. En mij lijkt dat een heel vreemd besluit, dat als we niet meer zo op een kluitje moeten zitten, dat we dan treinen uit de dienstregeling gaan halen, waardoor iedereen wel weer heel dicht op elkaar zit. En ik wou de heer Heerma vragen wat hij daarvan vindt, en stiekem natuurlijk ook via de heer Heerma aan het kabinet, of dit nu een maatregel is die volgt uit de beslissingen die ze vanmiddag hebben genomen, of dat zij dit ook een beetje typisch vinden, dat er minder treinen gaan rijden, waardoor we alsnog weer als een sardientje in een coupé komen te zitten en we dus juist dichter op elkaar zitten dan verder uit elkaar. De heer Heerma. Dit was mij nog niet bekend en ik geleid inderdaad de vraag van de heer Heink met liefde door richting het kabinet, want het lijkt me inderdaad dat er zorgen optreden, dat als je minder treinen rijdt, dat er veel meer mensen in een trein komen zitten. Dus ik vind dat een terechte vraag en ik wacht het antwoord van het kabinet graag af.